daar zijn we dan op Brussel Airport. En we gaan naar Salau. Ja! Gezellig met Jeffrey naar Salau. Helemaal feest. Nu moeten we onze tickets gaan halen, wat een ellende wordt. Dus. Daar gaan onze koffers. Oh jee. Paniek. We raakten net een paniek omdat we dachten dat dit dus de normale bagage zou zijn. Maar het is handbagage. Dus geen paniek. Ja, we gaan nu bij de Starbucks even iets halen. Het is super duur, niet normaal. Het is, normaal gesproken kost een cappuccino van 3 euro nog iets. En hier is een kleine cappuccino, is 4,25 euro. Besef het echt. En die strawberry en cream ijs en zo, die frappuccino's kosten 5,80 euro. Niet normaal. Maar ja, we gaan maar gewoon omdat we wakker moeten worden. Zin in. Nou, daar gaan we. Lekker zin in. Helemaal leeg hier, helemaal mensen. Wow. Lekker 3 kwartier nog even wachten. We moeten nog heel lang wachten. 3 kwartier wachten en dan gaan we naar Barcelona. Zin in. Zo, nu moeten we ons lekker onze bagage gaan bekijken. Chill, leuk. Nou, we zijn er veilig doorheen. Behalve meneer Jeffrey. De bad boy. De bad boy. Hij werd gecontroleerd. Ook lekker voor je. Ik ben heel aardig. Tata. En nu moeten we nog... Ik ben gewoon niet te weer staan. Wat ben je? Ik ben niet te weer staan? Ja. Huh? Huh? Klaar, hè? Klaar nu, oké. Okay. Petronella. Nou, we moeten nog een half uur wachten en dan vliegen we. Zin in. We moeten naar A53. Ja, we gaan wat rond in. Ja. Lekker Disneyland. Helemaal Disneyland. Bonjour, je m'appelle Brittany. Je ne parle pas français. Cheryl. 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 Zin in. Wow. Ren voor je vaderland. Tututututje. Salau. Naar Barcelona. Naar helemaal dans. Body roll away from your problems. Body roll, body roll. Lekker frisjes. Doe een dansje. Oh, lekker frisjes. Hou je van fris? Ik hou van kaas. Samba, helemaal Superman. Dag hoor, dan gaan we vliegen. 22E. Hallo. We zitten. Wow. Ja. In een super warm. Het is echt heel warm. Helemaal. Maar het is ook. Ik hoop ook dat er hier niemand gaat zitten. Want dan kan ik daar zitten namelijk. Jij? Nee, ik. Want ik ga kotsen namelijk. Oh, wacht, ik zit hier hoor. Dan kan ik makkelijk naar de makkelijk lopen. Ja, als je dat moet kotsen, dan kun je tenminste daar kotsen. Lekker daar kotsen. Mag ik een emmer? Mag ik misschien een emmer? Alsjeblieft. Of een teltje? Doe maar een teltje. Oké. Okay. We zijn er, hoor. We zijn gearriveerd in Barcelona. Het is wel koud, maar dat is gang. Maar ik denk dat het buiten al warm is. We zijn met zo'n vliegtuig gegaan. En we moeten zometeen naar een soort van bus ding toe. Om met een busje naar nog 2 uur naar Salau te gaan. Dus. Je hebt er zin in, of niet? Mee. Zoveel mensen. Zoveel mensen. En wel een mooi vliegveld. En we moeten nu lekker koffers ophalen. Leuk. We hebben onze koffers. Hey. En we dachten even dat we ze kwijtraken, maar dat was het waar. Dat hadden ze wel. Vet laat ook. Follow the leader, 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 follow the leader. Ja, we gaan de bus in. De bus in. Nou, echt eng. We hebben een uur gewacht of zo, maar we gaan nu de bus in. Lekker 2 uur in de bus. Yay. Stap maar in. Din. Nou, lekker aan het rijden. Kale kop maar niet te stoppen. Yo. En er is nog maar 1 uur voorbij. We zijn er! Ja! Oké, na 2 uur in de bus gezeten zijn we eindelijk bij hotel H10 Vintage of zo. Op zich al een mooi hotel. Ja, het ziet er leuk uit. Het ziet er leuk uit. 4 sterren. High class S. Oeh. Wij gaan even lekker inchecken. Great. We gaan het zien. Een super top. Spanning en sensatie. 520. Hier zo. Ja, hier. Oh, hier. Ja.
Pam, 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 pam. We zijn er! Yeah. En mijn, ooit, wow, wat was dat? Doe nog één keer. Yeah. En mijn diploma is goedgekeurd. Gefeliciteerd. Ik krijg mijn diploma. Oké, gefeliciteerd, Jeffrey, maar allemaal in de reacties. Gefeliciteerd, Jeffrey. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar we zijn er! Dit is de badkamer. Licht aan. Wow! En we hebben alles uitgepakt, want mijn camera was leeg. Dus ik doe het even nu zo. Maar kijk, tadaa. Badkamer, boudet. Hier gaan we onze reet mee wassen. Hè? En dit, hallo. Je bent wazig. En wat? En Jeffrey. Ah, mooi. Dank je. En dat is. En het bed. Wat super chill is. En dat zit dan in de kast. En Jeffrey. Oh, en dit. En uitzicht. Woe! Leuk. Het leuke hiervan is dat we gewoon in de buurt zitten van een pretpark. Porta Aventura. En daar gaan we zeker ook naartoe op een dag. Leuke film. Ondertussen is het 6:30 en om 7:00 kunnen wij gaan eten. Dus wij dachten, laten we even naar het strand gaan. Ja. Gaan we even een half uurtje zonder of zo. Kijk, en dit is dan de straat en de auto's. Wat mooi. Heel interessant, Bradley. Wat leuk dat je het laat zien. Welkom op de playa. Lekker de playa. En het strand is dan daar. Heel lang. En dan de uitgaansgelegenheden zijn daar ergens, als het goed is, wat we op internet gezien hebben. Geen idee. We zullen het wel zien vanavond. Ja. Hallo. Hallo. God Jezus, we zijn echt net vanaf hier helemaal naar dat blauwe ding wat je daar in het werk ziet. We zijn helemaal gefietst. Ja, gefietst. Gezwommen. Helemaal kapot. Doe die nog een keer. We hebben ons omgekleed en we gaan nu eten. Hoe laat is het? Het is 8:30 of zo. Ja, 8:00. Nou, 8:30 en we gaan nu pas eten. Zo, subtiel. Zo, we hebben het gegeten. En nu hebben we dit. Chocolade fondant met ijs. Moe. Zit je vol, Jeff? Ja, een moe. Een after dinner dipje. Een after dinner dipje. Ik kan niet meer. Good morning, good morning. Het is hier echt super warm. Het is vandaag donderdag. Gisteravond waren wij echt heel slim. Want we gaan even wat drinken in de stad daar zo. Maar het was 11:00 en we dachten, nou weet je, we gaan eerst een uurtje slapen. En dan gaan we om 12:00 gaan we wel gewoon de stad in. Maar we zijn in slaap gevallen. En toen werden we echt net 2 uur geleden wakker. We hebben ontbeten. En we gaan nu naar La Beach. Ja, val door je ding. Ga maar lekker blazen. Ja. Meneer, we hebben een luchtbed. Ik heb zin in. Mag je lekker gaan blazen ook. 3:00 later. Kijk, we gaan even het eten laten zien. Kijk eens. Oh, voedsel. Oh, lekker. Wow, kijk eens. Oh, helemaal voedsel. Helemaal lekker. Oh. Voedsel. Heerlijk. Dingetjes. Ik noem het ook alweer. Toetjes. Donuts. Wat gaan we doen, Jafri? Wij gaan een kijkje nemen bij Porta Aventura. Porta Aventura. Gezellige avondwandeling. Met de dilletjes. Dilletjes. Bij zonsondergang. Wow! Goed bijna. We moeten nu wel even op zoek gaan naar waar Porta Aventura is. Maar ik heb het gevoel dat het die kant op is. Dus we gaan als Bradley het gevoel heeft. Nou. Dan is het een goed gevoel. Want ik heb een goed ritmegevoel. Ritmegevoel heb ik ook wel, maar een goed richtinggevoel. En Jafri heeft dat niet. Nee. Ik kan ook geen kaart lezen. Geen kaart lezen. We zijn erbij. Ja. We zijn erbij. Ja, we zijn, ja, dit is al een beetje de ingang van het park. Met het treintje. Met het treintje die daar gaat. Ja, we dachten dat het best wel dicht zou zijn, maar je kan gewoon een park op blijkbaar. Of het is daar nog een kassa is of zo. Het park niet? Nee joh. Nee, Mallert. Mallert, ook niet zo gek. Toen zijn we niet zo allemaal, man. Jeffrey gaat even naar de liefde van zijn leven. Pretpark. Ja, shit. We hebben besloten dat we even naar de supermarkt gaan. Wow, Michel Angelo, supermarkt. Wow. En we gaan gewoon gezellig wat drinken in onze hotelkamer. Want we morgen moeten we er vet vroeg uit. Wat een lange dag. Maar wel een leuke dag. Lekker pretpark. Lekker achtbanen. Zin in. Ik heb dus de hele dag vandaag met mijn GoPro gefilmd. We gaan nu slapen. Het is niet 2:00. Ik heb net even 2:00 gewoon puur echt denk 2:00 of 1.5 uur in bad gezeten. Want ik had opeens zo'n erge buikpijn. Echt niet normaal. Maar gelukkig is het nu al redelijk weg. En we gaan nu slapen. En morgen naar Porta Aventura. Ik was gisteren mijn vlog vergeten afsluiten. Slim, dus vandaar. Dankjewel voor het kijken van de vlog.
Vergeet niet te abonneren, laat een reactie achter en een duimpje. Dan zeg ik tot de volgende keer. Doei!